Ik speel Youssef, een jongen van 16 jaar. Ik speel een stuk jonger dan, of tenminste, ik ben 19. Ik word 20 bijna en ik speel 16. Ik speel een van de twee hoofdrollen. Hadewig is de andere hoofdrol en je switcht eigenlijk steeds van perspectief. Ik speel Eveline en zij is presentatrice. Zij besluit om ontslag te nemen en ze wil een documentaire gaan maken over de sociale structuur van de buurt. Dit toestel op mijn schouder, waarmee ik mezelf nu film, is de katalysator die ten grondslag ligt aan dit cinematografische experiment. Dan wordt de camera gestolen. Als je aangifte doet en er is geen geweld gebruikt, dan krijg je geen geld terug. En dan liegt ze dus eigenlijk dat er wel geweld is gebruikt. En die leugen zorgt ervoor dat zijn hele leven in de soep loopt. En dan wil ze dus daar een documentaire over maken, over haar leugen en wat het voor gevolgen heeft. Dan gaat het heel erg over stigma's en stereotypes die daarin worden gekanteld. Ja, man. Ik had geen mis. Ik ben niet gewelddadig. Waarom gelooft niemand mij? Met mes. Het gaat heel goed, ja. Het gaat ook eigenlijk heel soepel. Waardoor je soms denkt, oh shit, moet er niet meer conflict zijn. Maar ik hoop dat het... Dat deze film nu bewijst dat het ook alleen maar leuk kan zijn. Het verschilt een beetje per dag, maar eigenlijk over in het algemeen heb ik niet echt een stress level. En de mensen om me heen ook niet. Dus het is gewoon heel gezellig. We zijn ook met best wel een jonge crew, dus vind ik ook wel heel leuk. En je merkt ook door de coronatijd, de meeste mensen hebben net zoals ik bijna niks gedaan. Dus iedereen heeft heel veel zin. Waar mijn eerste film heel intuïtief was, denk ik, werd het in Amerika door allerlei redenen iets meer een soort gezoek. En nu voelt het heel zelfverzekerd. Het is best wel uitgesproken wat we aan het doen zijn en dat voelt wel heel fijn. Ik heb een druk! Een druk! Een trucje hoorde me wel. Wat voor truc? Truc waarmee je veel knaken gaat pakken. Toen ik het voor de eerste keer het script las, las ik het eigenlijk als iets heel serieus. Als een hele serieuze dramafilm. En dat werd eigenlijk bij de eerste repetitie al meteen onderuit gehaald door Sam. Namelijk dat we in een soort sprookjeswereld leven, dat alles kan. Ik had al wel met Alex van Warmerdam gewerkt, die ook zo andere hoeken opzoekt. En dat doet Sam ook heel erg. Hij vraagt hele andere dingen van je dan je gewend bent. En dat is zo leuk, dan ontwaak je zo. Een videocamera. Het is een hele gestileerde wereld. In spel en in kostuum en in belichting. Er gebeuren allemaal hele rare dingen die ik nog nooit heb gespeeld, maar dat gebeurt gewoon en zo is het. Ik heb een beugel in, die heb ik nu even niet in, maar ze hebben een plaatjesbeugel. Dat heeft Shaheen ook. En het is grappig, want dan voel je meteen een soort tiener. Het voelt als een soort verkleedfeestje elke dag, eigenlijk. Ik zou het niet doen als ik jou was. Lelijke bril. Omdat het een film is die gaat over beeldvorming en een film is die gaat over de media, is de film zelf al constant voelbaar. Het overall thema is eigenlijk stigma's en stereotypes die constant worden ontkracht. Een satire over de gevaren eigenlijk van verhalen en verhalen vertellen in de breedste zin. Voor mij, hey, thanks, kersen en chocola en koffie. Er waren een aantal dingen in Prins die geïnspireerd waren op Blue Velvet. Ook heel veel inspiratie toendertijd, die zit ook wel weer in deze film. Ik merk wel dat er een aantal dingen zijn waar ik altijd wel weer naar kijk als ik aan een nieuw project begin. Kitano, Kaurismäki en Bresson, dingen waar ik gewoon altijd weer naar kan kijken om geïnspireerd te worden. Het warme te voor jou. Voelen het helemaal jouw pilaan.
Hoi cinefielers, even een groet vanaf de set. Ik hoop dat het jullie net zoveel plezier geeft als wij hebben gehad bij het maken van het project.